om uit te leggen. Ja, maar op ieder punt wordt onze eigen bevolking achtergesteld. Dus we geven weet ik voor hoeveel geld aan Oekraïne en we moeten al die boycotts en sancties op Rusland. En ondertussen, het enige wat er gebeurt is dat onze bevolking arm wordt. Dat onze boodschappen duur worden, dat we geen diesel meer hebben straks misschien. Dat de benzine in elk geval ook al heel erg duur is geworden. De Nederlandse bevolking wordt continu geraakt door het verschrikkelijke wanbeleid van deze regering. Al jaren. En zij zijn bezig met allemaal... Ja, rare dingen allemaal, klimaat en internationale dingen. Ze lijken vooral heel erg bezig met hun eigen carrière wat dat betreft, in plaats van het belang van de Nederlandse bevolking.